voor de goede doel, meneer. Goeiedag. Mag ik net even van jullie afnemen? Want jullie zijn hier zo leuk. Nou, ik word hier best mooi. Als ik zeg braderie, wat zegt dat jullie? Ja, wat mag ik ervan zeggen? Braderie is een verhaal nu, hè? Nou, even kerels, hè? Ja, ik had een idee toen ik hier langs kwam. Ja, ik zag jullie al netjes voor de winkel staan. Ja. Verhaal je gewoon mooi zin in. Een kerel blijft mijn lip stonden te kijken, hè? Ja. En ieder jaar hetzelfde, ritueel? Nee. Ja, vleetje hoor even alweer, maar... Nee, alle braderie nog van bij langs. Nee. En u dan? Nee, ik ook niet. Nee. Het moet even. Ja, het moet even. Ja. Nou, dan wens ik jullie veel succes aan. Ja, zo is het. Ja, oké. Hoi. Op de koopjesjacht? Ja, in de orde, ja. En nou aan het weglopen zeker? Nee, je moet nog kijken, ja. Oh, je moet nog beginnen. En dames, al wat leuks kunnen winnen jullie samen? Ja. Ja? Ja. Zijn jullie echt op de koopjeshuis? Ja. Ja, en wat vinden jullie van de braderie? Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Jullie komen hier vandaan of niet? Ja, we komen uit Veendam. Je komt uit Veendam. Dus, en wat leuks heb jij uitgezocht aan? Ja, we hadden al eerder een jurkje gekocht, twee jurkjes. En zij wil nog kijken, ze weet niet of ze deze jas wil. Oké, nou, veel plezier en ik hoop dat je hele goedkope koopjes kunt vinden. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Dit doet hij al jaren volgens mij. Ik zie je al jaren hier op de markt staan. Ik geloof dat ik meer dan 50 jaar op de markt sta. Ja, op alle markten, maar hier in Veendam dan? Zolang dat hij hier is. Ik ben stond met die hamburgerwagen en met deze. Oké. En ik heb een beetje begrepen met mensen, ik ben al aardig op leeftijd, of niet? Of wilt u dat niet verklaren? 18. Ja. Ik vind 75. Oké. Ja, en dat gaat nog jaren door met de verkoop? Dat is wel de bedoeling. Oh. Dus, mijn dochter die zegt, mensen, ze gaan op de markt dood. Ja, die mensen heb je ook, hè? Die gaan door tot het uiterste. Ja, ik ga niet achter de granium zitten. En het is een beetje druk? Of moet nog, hè? Het moet nog, maar het is gelukkig mooi weer. Het is hartstikke mooi weer. Dus, mooi ijsweer. Ja. Dus ik kan flink ijs eten. Ja, ik wens een prettige dag. Hetzelfde. Ja. Mooi Harry, hoe gaat het op de vakantie, Maas? Prima. Ja? Ja. Rustig? Ja, lekker rustig. Geen calamiteiten? Ja, twee keer. Twee keer al? Ja. Zo. Eentje naar het ziekenhuis en de andere die is op mijn hoofd gevallen. Hey. Dus het is wel belangrijk dat je er bent, zo. Ja. En vorige week was het een beetje rustig of ook een paar calamiteiten? Eentje en aan het eind. Dus. Oké. Okay. Nou, dat is allemaal weer netjes opgelost. Ja, hij komt niet anders verwacht bij die, hoor. Nou, ik wens je dan een prettige dag, jong. Ja, jullie net zo. Jo, mooi. Ik zet mijn groot verstand te kijken hoeveel horloges er verkocht worden. Ik heb zelf een één, want ik weet gewoon, mensen kijken allemaal op de mobiele telefoon. Dat is waar, gebeurt ook. En ik vraag me ook af, god, heeft Veendam na zoveel jaren dat jullie hier staan, niet allemaal een horloge? Nou ja, de meeste hebben er een van ons. Want we hebben wel een hoop vaste klanten die bij ons komen kopen. Die komen, het is drie keer een maandag. Die komen gewoon drie keer bij ons. Iets kopen bij ons. Maar waarom trekt dit aan mensen eigenlijk? Heb je een idee? Ik denk ook de prijs. Ja, natuurlijk. Een stuk stunt, hè? €5, €7, €10, €15.
Een hoop mensen die kijken alsnog op de telefoon, maar die dragen ze ook voor de sier nog steeds. Misschien is het een brutale vraag. Ook wel logisch, wat koop je wel als een Meneer, dat is heel verschillend. Daar kan ik niks over zeggen. Okay, daar kan ik niks over zeggen. Nee, maakt niks uit. Maar... Wij maken wel eens een inschatting dat ik zeg van, nou, wat was het vandaag? En dan zit je soms goed, die zit er soms naast. Ik weet soms ook niet wat mijn collega aan het doen is. Nee. Die zie ik wel bezig, maar ik weet niet... Maar kun je niet zeggen 100 horloges of 1000 horloges? Waar moet ik aan denken? Ah, 1000 niet. Nee, okay. dat gaat wel een beetje ver. Ja, dat komt niet goed. Maar wel een paar honderd. Wel, nou ja, dat kan. Okay. Ja, je blijft... Het kan allemaal. Nee. Hey, je wordt bedankt. Is goed hoor. En ga goed hier zo. Hartstikke mooi. Oké. Okay. Hey, tot ziens. Hoi. Doei. Zou je dat wel doen? Nee, ja. Nee, hè? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja, wel. Ja hoor, doe maar. Ja? Ja. Beetje verlegen, niet? Ja. Ja. Nou, ik wens je veel sterkte. Ja, dankjewel. Zal ik pas 1 en 2 voor je bellen? Ja, doe maar. Oké, okay, doe Doe me rustig aan hoor. Doe ik ook. Ja. Nee. Ik heb 1 en 2 al gebeld hoor. Dus je kunt je uitleven. Oké. Ik red je, laat je overkikken. Bingo. Oh, het is je weer gelukt hè? Ja, zeker. Daar geniet je wel aan, zei je niet. Ja, natuurlijk. Zo. Dat is toch weer? Ja, dat klopt. En wat vind je van de braderie? Druk. Ja. Ja, heel druk. Ja, ja. Tja, we moeten ervan van zeggen, hè? Ja. Ja, dat stond weer. Ja. Ja. Wat vind jij van de vakantie, Mark? Ja, dat vind ik gewoon. Ja? Inneken. Aan wie wil jij niet de groeten doen? Hallo Willem. Aan wie ik niet de groeten wil doen? Ja. Aan de prins op de witte paard. Oh. Sina zei dat jij de groeten wou doen aan de prins aan de witte paard. Ja, maar die prins die komt toch nooit en die paard staat nog steeds in het weiland. Oké. Okay. En hoe bevalt de vakantie, Maart? Ja, goed hè? Ja. 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 Hallo, ik ook wel. Daar gaan we wel in, hè? Sinds dat het belt is. En zijn de Veenhamers een beetje blij met de Telegraaf? Jawel, over het algemeen neemt iedereen nog wel de krant aan. Dus ze hebben niks klagen over de Telegraaf, nee. Ja, maar een krant aannemen of verkopen zijn twee verschillende dingen. Ja, dat klopt. Het aannemen gaat in principe wel goed. Het verkopen dat gaat wat minder, helaas. Want de krant heeft het echt moeilijk, hè? Nou, dat valt in principe wel mee. De meeste mensen lezen natuurlijk Telegraaf lekker digitaal. Dan kunnen ze een beperkte versie lezen of betaalde versie. Maar het gaat stabiel. Het gaat niet zo heel slecht. Ja, nog steeds meest gelezen krant van Nederland natuurlijk, hè? Is dat zo? Ja, ik weet het niet. Nog steeds mensen leeft de kant van Nederland. Nou. Knap toch? Ja, gelukkig. Niks te klagen dus. Oké, dan lopen wij verder. Heel jij goed. Geniet er wel mee. Heel veel succes. Ja, bedankt. Heel hoi. Goed. Hey, goedjes. Vind Delmers de droge was wel lekker? Ja, die vinden ze eerlijk. Ja? Ja, zeker van Slager Hofman. Ja, altijd was... goed. Ja, ja, dus, of je worstlust. Ja. Nee, je gaat goed. Hartstikke leuk. Mooi weer, goed Mark weer. Ja, leuk raar, publiek. Hè? Raar hè, dat weer. De hele week slecht. Ja, en nou hebben we Markje en dat is mooi. Nou, dat is toch super? Ja. Dacht nou, ik wens je veel succes. Oké, okay, bedankt. Verder gedaan. Moest nog een stukje worst hebben? Ja, tamo. Nou, pak je maar een stukje. Zo, doe eens niks aan. Siebert, de tweede navigatiemaat, nummer 55, ga ik ervoor begrijpen, dat klopt. En hoe is deze dag verlopen nu zo? Maar weer een zeer succesvolle vakantiemarkt. Hè. Vorige week zijn we gestart met een hele drukke markt. Ook weer goed weer, vandaag weer. En nou, ik denk dat deze niet onderdoet voor de eerste maand.
Nee, wat mij opvalt, de hele week slecht weer. En dan is het vakantiemarkt. Ja. En dan weer geweldige weer. Ja. Toeval bestaat niet, zeker, hè? Nee. En wat kunnen we even de volgende week verwachten, niet zo? Nou ja, de weersvoorspelling zijn weer goed volgens mij. Dus laten we hopen dat het weer net zo uitpakt als vandaag. En dan denk ik dat we weer afsluiten met een hele mooie derde markt. En we hebben een heel goed jaar gehad. En dan kunnen wij Lucas en Gea even welkom. Ja, traditie, hè? Ja. Bij de koepel. Ja, dus, bij de koepel. Zeker, zeker. En als we het goed begrepen hebben, voor de 18e keer? Dat zou kunnen, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar die, al jaren in ieder geval. Dus je bent nog steeds tevreden hoe de vakantie naar gaat met dat bekende van u? Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder, want tegenwoordig alles moet sneller en anders en beter. En, maar uiteindelijk, ik heb vorige week ook gezegd, het is hier al 55 jaar traditie en de staat van het huis. Graag gedaan. Zo moeilijk was dat dan? Nee hoor, nee, ik heb het wel. Ja, Gerard, de hamburgers zijn op, jong. We kennen de schudden, maar één ding is belangrijk. Deze hamburgers zijn met een goed doel gemaakt. En de man die naast me staat, kan me alles vertellen over deze hamburgers. Ja, dat ken ik wel. En dat wil ik ook heel graag doen, want dit is natuurlijk een geweldig iets. We hebben hier veel kosten voor aan het werk geweest vandaag. Vorige week maandag trouwens ook al. Toen hebben we voor €550 aan hamburgers en gehaktbal verkocht. En we hadden hetzelfde als vorig jaar en vorige week maandag. En ze zijn op. Het is nog eentje 5 uur, of bijna. En er loopt een trein. Men wil graag hier wat kopen. Vooral omdat het voor een goed doel is. En dit is een slager. Kippenslager. En op de promenade. Op de promenade. Ja. Die stellen ons alles gratis ter beschikking. Dus alles wat we verkopen is pure winst. Nou, zo'n slager ken ik eigenlijk niet. Dat wordt wel mooi betaald. Maar hier hebben we in principe alles wat we doen voor het goede doel is gratis. We hebben een hele mooie dag gehad. En mijn mannen 4-5 vrijwilligers hier staan en hij was hier toen druk werd, hielp er zelf ook nog mee. Nou, wie doet dat nou tegenwoordig? Ja, dat dus vind ik fantastisch. En volgende week staan jullie hier weer of weet je dan? Dat niet? Weet ik niet precies. Oké, okay, maar er is een hoop geld doorgebracht vandaag, ja. En dat geld gaat ergens heen met een doel. Dat gaat naar Kosovo. Kosovo, we weten allemaal, een heel ruim land. En dan gaan ze van alles ontwikkelen voor de mensen die daar in nood zitten, die helemaal niks hebben, die geen hamburgers hebben. Die alles niks hebben als een rieten hut waarin ze leven. Geen wc, geen eten, geen elke dag, heel klein beetje riest. En misschien heb je een boek om ziek die wat melk geeft, maar verder niks. Okay. En daar doen we dit voor. Dus allemaal vrijwilligerswerk. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Ik kan maar één ding zeggen, geweldig. Ja, dat is ook geweldig. En ik ben heel blij dat jullie alle... Als ik het vertel, want ik ben zelf nog nooit een Kosovo toe, maar als ik zie hoe die vrijwilligers dat allemaal doen, ik krijg ik kippenvel. Een traan in de ogen. Ik ben heel eerlijk. Ik vind het geweldig. Nou, en daarom ben ik hier ook als opa vandaag, als Olster. Ik zeg nu ouder, maar ik ben wel opa. Een verschillende keer zelfs. Ik vind het geweldig. Dus met andere woorden, als jullie volgende week hier staan, mensen hierheen, ja. Ik koop alle aanbod. Ja. En ik wil, als dat moet, dan ben ik hier volgende week weer. Prima. Ja, maar ik weet niet dat je er bent. Dat weet ik niet. Je moet naar vragen. Ja? Ja, bedankt. Dat is goed. Graag gedaan. Ja, en succes in ieder geval. Ja, dat is goed.